Dit is College 11. In dit college gaan we praten over een van de mooiste eigenschappen van de menselijke natuur. Onze neiging om andere mensen te helpen. We gaan praten over pro-sociaal gedrag. En voordat we dat gaan doen, zal ik beginnen met het geven van een definitie van pro-sociaal gedrag. Nou, pro-sociaal gedrag is eigenlijk simpelweg elke handeling die bijdraagt aan het welzijn of het welbevinden van een andere persoon. Het is dus hulpgedrag, een andere persoon helpen. Dat kunnen we op heel veel verschillende manieren doen. En we kunnen heel veel verschillende redenen hebben om te helpen. Daar gaan we zo meteen meer over praten. Het is ook belangrijk om te weten dat er verschillende manieren zijn om hulp te bieden. En verschillende motivaties. En soms bieden we hulp aan iemand terwijl we daar zelf helemaal niks mee opschieten. Het kan zelfs zijn dat we hulp bieden terwijl we daar zelf last van hebben. Dat het eigenlijk onszelf in de weg zit of schade toebrengt. En als dat zo is, dan spreken we over altruïsme. En altruïsme is dus een speciale vorm van helpen waarbij we eigenlijk zelf daar helemaal geen enkel voordeel bij hebben. Nou, altruïsme is zo'n onderwerp wat heel veel wordt besproken door wetenschappers, ook door filosofen. Die praten over, bestaat er eigenlijk wel zoiets als een echt altruïstische daad? Iets wat je doet voor iemand anders zonder dat je daar zelf enig voordeel bij hebt. Nou, het is ook een vraag die besproken is in een van mijn favoriete sitcoms, Friends, door twee personages, Joey en Phoebe, die praten over de vraag, bestaat er wel zoiets als echt een selfish good deed? Kijk maar even mee. Sorry, Phoebe, I just wanted to do a good deed, like you did with the babies. This isn't a good deed. You just want to get on TV. This is totally selfish. Whoa. What about you having those babies for your brother? Talk about selfish. What are you talking about? Well, it was a really nice thing and all, but it made you feel really good, right? Yeah, so? Well, it made you feel good, so that makes it selfish. Look, there's no unselfish good deeds, sorry. Yes, there are. There are totally good deeds that are selfless. Well, may I ask for one example? Yeah, it's, there's... No, you may not. That's because all people are selfish. Are you calling me selfish? Are you calling you people? Yeah, well, sorry to burst that bubble, Phoebes, but selfless good deeds don't exist, okay? And you know the deal on Santa Claus, right? I'm gonna find a selfless good deed. I'm gonna beat you, you evil genius. Hey, Joey, when you said the deal with Santa Claus, you meant... That he doesn't exist. Right. Er zijn verschillende theorieën over waarom we de beslissing nemen om andere mensen te helpen. En één hele belangrijke theorie is de evolutionaire theorie. En volgens de evolutietheorie zijn we geneigd om anderen te helpen. En vooral als het andere mensen zijn die genetisch aan ons gerelateerd zijn. En dat komt door verwantschap. Als wij een bloedband met iemand hebben, dan willen we die persoon helpen, volgens evolutionair psychologen. Omdat dat helpt om onze genen eigenlijk veilig te stellen. Dus daarom hebben ouders bijvoorbeeld een heel sterke neiging om hun kinderen te beschermen. Gaan ze echt voor door het vuur, want die kinderen zijn eigenlijk belangrijker voor het voorbestaan van degene dan hun eigen welzijn. Volgens evolutionair psycholoog is dat heel goed te begrijpen, want daar zijn we vooral mee bezig. Dat onze genen doorgegeven moeten worden aan de volgende generatie. Maar ook andere leden van onze familie, als we daar een bloedband mee delen, is er een grotere kans dat we die helpen om op die manier ons voorbestaan eigenlijk veilig te stellen. Daar is veel anekdotisch bewijs voor, maar ook wel experimenteel onderzoek met vragenlijsten bijvoorbeeld over hypothetische scenario's. Met daarin de vraag, wie zou je eerder redden uit een brandend gebouw? Je neef of nicht, met wie je een bloedband hebt, of een vriend of een vriendin. En daaruit blijkt dat als het aankomt van zaken van leven of dood, als iemand echt kans heeft om te overlijden, dat we dan een grotere neiging hebben om onze familieleden te helpen dan onze vrienden. Volgens de evolutietheorie komt dat dus allemaal omdat wij bezig zijn met het veiligstellen van onze eigen genen. Maar de evolutietheorie stelt ook dat soms we mensen helpen met wie we geen bloedband delen. En dat doen we dan vanuit twee verschillende overwegingen. De eerste overweging is wederkerigheid. En dat wil zeggen dat als jij hulp biedt aan iemand anders,
dat je ook weer hulp terug kan verwachten. En dat is natuurlijk ook weer goed voor ons. Dus als jij besluit om iemand te helpen, ja, dan staat die persoon een beetje bij jou in het krijt. En dan ja, weet je dat je later ook hulp terug kan verwachten. Bijvoorbeeld als een vriend of een studiegenoot aan jou vraagt, goh, ja, ik moet dit weekend verhuizen, ik heb echt nog wat handjes nodig, kan je me alsjeblieft helpen? Dan denk je waarschijnlijk bij jezelf, ja, het is zaterdagochtend, heb ik wel wat anders te doen. Maar ja, ik weet wel, het is wel aardig om te doen. En daarbij, ik moet zelf over een half jaar ook verhuizen. En dan kan ik die vriend of die studiegenoot ook vragen om hulp. Dus wederkerigheid kan ook een reden zijn om hulp te bieden aan mensen die geen bloedverwanten zijn. Nou, tot slot stelt de evolutietheorie dat het ook belangrijk is om andere mensen te helpen, omdat het goed is voor het voortbestaan van de groep. Dus als jij in een groep samenleeft met andere mensen, dan weten we dat die groep een grotere kans heeft op evolutionair succes, dus om te overleven, als het een groep is die elkaar hulp biedt, dus een sociale groep. Die heeft een grotere kans op overleven dan een hele individualistische groep die alleen maar bezig is met zichzelf. Dus ook al kosten helpen je soms ook wel wat bronnen, wat tijd, wat energie, voor op lange termijn is het dus goed voor het voortbestaan van de soort. In die zin is helpen eigenlijk ook een soort van sociaal dilemma waar we het eerder over hebben gehad. Dat het wel wat kosten heeft op korte termijn, maar op lange termijn is het goed om toch hulpgedrag te vertonen naar anderen. Omdat het gewoon goed is voor ons als mensen. Nou, de evolutietheorie die snapt het dus allemaal wel. Die weet wel waarom we hulp bieden. Maar er zijn nog andere theorieën die kunnen helpen verklaren waarom wij soms hulp bieden en soms niet. Nou, en een van die verklaringen, een van die theorieën is de sociale uitwisselingstheorie. Dat is een theorie die ook beschreven is in hoofdstuk 10 van jullie boek, het hoofdstuk over relaties. Maar die komt dus nu terug in dit hoofdstuk. En volgens de sociale uitwisselingstheorie maken we eigenlijk altijd een beetje een afweging tussen de kosten en de baten van ons gedrag. Dus als we niet weten wat we moeten doen, dan wegen we eigenlijk af wat zijn de kosten om dit te doen en wat zijn de baten. Nou, als het gaat om hulpgedrag zijn er vaak best wel wat kosten bij gemoeid. Of die kunnen er in ieder geval mee gemoeid zijn. Soms breng je jezelf in gevaar als je hulp biedt. Bijvoorbeeld als iemand aangevallen wordt op straat. En je besluit dan om in te grijpen. Ja, dan kan dat natuurlijk voor jouzelf best wel gevaarlijk zijn. Soms is het ook ongemakkelijk of soms zelfs pijnlijk om hulp te bieden. En het kost bijna altijd in ieder geval tijd op zijn minst. Dus er zijn wel wat kosten. Maar aan de andere kant levert helpen ook heel erg veel op. Helpen is eigenlijk goed voor heel veel verschillende dingen. We weten bijvoorbeeld dat bieden, dat is goed voor jouw eigen imago. Als jij hulp biedt aan anderen, dan vinden mensen dat goed. En daar krijg je applaus, je krijgt likes als je dat deelt op social media. Het kan zelfs goed zijn voor je carrière. Misschien krijg je wel een dikke bonus of krijg je carrière kansen. Als mensen zien, oh, je hebt hulp geboden op een cruciaal moment. Nou, dan ben je echt iemand die we in ons team willen hebben. Dus het heeft heel veel sociale voordelen. Omdat je dus sociale beloningen krijgt van omstanders die zien dat jij hulp hebt geboden. Dus je krijgt aandacht, eer, dankbaarheid. Nou, dat voelt allemaal heel lekker. En dat kunnen dus de voordelen zijn van het bieden van hulp. En volgens die sociale uitwisseling is het zo dat als die voordelen voor ons gevoel zwaarder wegen dan de kosten, dan zullen we hulp gaan bieden. Die sociale uitwisselingstheorie gelooft helemaal niet in zoiets als altruïsme. Die zegt, nou, mensen gaan echt nooit helpen als ze niet het gevoel hebben dat ze daar genoeg voordelen bij hebben. Nou, een ander voordeel kan zijn dat je op die manier door hulp te bieden jouw eigen stemming en emoties kan reguleren. We weten namelijk dat helpen goed is voor ons humeur. En als je een goed humeur hebt, dan is er een grotere kans dat jij hulp gaat bieden om jouw goede humeur op die manier te behouden. Dus dat blijkt ook uit experimenteel onderzoek. Als je mensen in een goede stemming brengt, door ze bijvoorbeeld per ongeluk wat geld te laten vinden, een muntje van 50 cent bijvoorbeeld, als ze dat vinden, dan is er een grotere kans dat ze vervolgens hulp bieden als ze iemand tegenkomen die ook hulp nodig heeft. En dat werkt ook heel erg goed. Dus als je een goede stemming hebt en je biedt hulp, dan ben je vervolgens ook in staat om die goede stemming te behouden. Dus je blijft eigenlijk vrolijk als je hulp ook biedt. Dan zou je denken, nou, dan help je dus vooral als je heel vrolijk bent. Maar interessant genoeg kan je ook soms hulp bieden als je helemaal niet vrolijk bent. Als je zelfs in een heel slecht humeur bent. En als je dat doet, dan is dat ook heel erg slim. Want hulp bieden zorgt ervoor dat je een beter humeur krijgt. Dus op het moment dat jij een slechte stemming hebt, dan kan helpen eigenlijk het medicijn zijn om weer vrolijker te worden. En dat geldt vooral als wij ook een beetje worstelen met bepaalde emotie van schuld. Dus als wij schuldgevoelens hebben, we voelen ons niet zo lekker over onszelf. We worstelen een beetje met onszelf, we vinden onszelf niet zo'n fijn persoon. Dan kan helpen zorgen dat je weer in een beter humeur komt en je minder schuldig gaat voelen.
Het is ook echt heel goed voor je eigen zelfbeeld. Dus als je een beetje onzeker bent of je hebt een slecht gevoel over jezelf, dan kan helpen een soort van ego boost zijn. Dat je denkt, ja, maar weet je, ik ben wel een goed persoon, ik ben een goed degelijk mens, want ik bied hulp als dat nodig is. Dus op die manier is het eigenlijk voor je eigen welzijn en gevoel over jezelf, is helpen altijd een heel goed idee. Nou, we hebben tot nu toe gehad eigenlijk over alle egoïstische redenen om andere mensen te helpen. Maar soms bieden we ook hulp omdat we gewoon heel erg te doen hebben met iemand. Omdat we ons gewoon echt, ja, ons hart gaat naar iemand uit en we hebben er zelf helemaal geen voordeel bij om te helpen. Maar we willen gewoon die persoon helpen omdat we, ja, empathie voelen. We voelen gewoon, ja, mee met iemand anders. En dat wordt gesteld volgens de empathie-altruïsme-hypothese. En die hypothese stelt dus dat wij soms hulp bieden puur en alleen uit empathische overwegingen. En als we dat doen, dan spreken we van een altruïstische daad. De vraag is eigenlijk altijd, stel je voor, je komt iemand tegen die in nood is. Voel je dan empathie voor die persoon? Als je geen empathie voelt, doet je eigenlijk niks, dan ga je nadenken, wat heb ik er zelf aan om te gaan helpen? En dan zal je alleen maar gaan helpen als je het gevoel hebt dat daar beloningen in zitten voor jou. Maar op het moment dat jij wel empathie voelt en je hebt echt te doen met iemand, dan kan je hulp bieden, zelfs als er voor jouzelf helemaal geen beloningen bij zitten. Dus dat is als het ware ook een beetje antwoord op de vraag. Die discussie die Joey en Phoebe hadden, bestaat er zoiets als een echte selfless good deed? Jazeker, op het moment dat je empathie voelt voor iemand en je voelt compassie en je hart gaat naar iemand uit, dan kunnen we iemand helpen omdat we echt, omdat we geen enkel, niet uit eigen belang, maar alleen maar omdat we hulp willen bieden voor die ander. Nou, dan in een notendop samenvatting, waarom helpen we? Er zijn heel veel hele goede redenen om te helpen. We helpen soms om onze genen te beschermen, om later zelf geholpen te worden, om goedkeuring te krijgen van onze omgeving, omdat het gewoon lekker voelt en goed is voor ons humeur, of omdat we gewoon om andere mensen geven. Nou, als je dat hier allemaal zo op een rijtje ziet staan, dan denk je, er zijn zoveel goede redenen om te helpen. We zullen altijd wel hulp bieden als dat nodig is, toch? Nou, in deel 2 van dit college gaan we zien dat het helaas niet altijd het geval is.